Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een, deze heb ik al een keer eerder laten zien, een Goodzold. Het is volgens mij een Deutsche Bahn 118. Ik meen dat ik deze een keer in het verleden heb laten zien, maar toen met een metalen behuizing. Deze is een plastic behuizing. En hij doet helemaal niets. Voor de zekerheid om even te kijken dat het niet mijn stroomvoorziening is. Even een andere erop. Die doet het wel. Nou, dat betekent dat deze geen zin meer heeft. Ik vermoed dat het een gevalletje is. Een paar draadjes los. Zo. Wat hebben we hier? Dit is een opbouw die ik nog niet eerder heb gezien. Als ik eerlijk ben. Of toch wel. Ja, deze is vergelijkbaar met een oude... Wat is het? Oude Roco. Die Ludwinia's. Die hebben ook een ijzeren frame wat voor een groot deel van voor de geleiding zorgt. Deze hier ook. Heeft de lampen hier zitten en dit zijn meteen de polen. En dit frame rust dan op deze koperen plaatjes die weer hier verbonden worden met de wielen. En de motor heeft aan de zijkant weer platen zitten die het hier vanaf halen. En iets wat ongebruikelijker. Opbouw. En waarschijnlijk is ook de reden dat die niet echt lekker loopt. Even kijken. Heb je hier vast nog wel. Zo. Eens kijken of de motor los, als hij los staat. En ik zet er gewoon direct stroom op, wel wil. Als het goed is, staat hier stroom op. Nee. Pinnetjes blijven vandaag niet zitten. Niet. Er staat wel degelijk stroom op. Maar de motor geen beweging in te krijgen. Zo, hopelijk blijft deze wat beter zitten. Verlichting. Ook. Eén kant. Oh. Dat is ijdele hoop dat deze beter zou blijven zitten. Eén kant op doet hij het, de andere kant niet. Eens kijken of dat ligt aan het lampje of aan. Ja, wat ik denk dat een diode is. Het lampje is goed. Dus ik vermoed dat ik nu de verkeerde kant op testen ben. Dat zie je wel. Hé, hey, kijk aan. Het zat niet helemaal goed aangedrukt. Nou, dat was makkelijk. Ongebruikelijke constructie, wel lekker voor het gewicht. Leg even opzij. De motor. Nou, er zit in ieder geval beweging in de motor. Deze pinnen gaan naar de motor toe. Dit is wel een hele kleine motor, moet ik ook zeggen. Niet een bijzonder krachtige.
Oké. Er zit wat beweging in. Dus het probleem zit ergens tussen hier, de bovenkant. En daar. En ik denk ook nog eens dat hij niet genoeg vermogen heeft om de boel te laten draaien. Maar een beetje smeer kan dat wel verhelpen. Oeh, dat klinkt niet al te best. Ik ga hem eventjes kijken wat er dwars zit en wat smeren en kijken of het een beetje wordt. Goed, dus we hebben één kromwiel aan deze kant en de stroomdoorvoer loopt nog niet echt lekker en hij komt moeilijk op gang. Hij heeft soms wat hulp nodig en waar dat er precies in zit. Dat weet ik niet of dat nou de motor is. Ja, dus of dat nou de motor is of iets in de tandwielen, daar kom ik niet echt achter. De motor openmaken, als ik hem openmaak, denk ik dat ik hem niet meer dicht krijg. Dus daar wil ik niet aan beginnen. Het grootste probleem nu is dat deze, eigenlijk is het plastic frame enigszins verbogen. En waardoor dat deze stalen constructie geen contact meer maakt met deze pin hier aan de zijkant. Dat kan ik makkelijk oplossen door wat draadjes er langs te geleiden en aan deze stalen constructie of misschien zelfs wel aan de motor direct vast te maken, waarbij de stroom dan weer via deze platen terugvloeit naar de constructie en de lampen. Maar dit is er niet eentje waarvan ik denk dat die lekker gaat rijden. Soms wil het echt niet. Ik heb de motor met bedrading vastgezet op de stroompickups om in ieder geval ervoor te zorgen dat dit motor altijd stroom krijgt. En hij krijgt nu ook stroom, maar de motor is niet langer sterk genoeg om de tandwielen in beweging te krijgen. Soms met wat hulp wil die, maar vaker niet dan wel. Dus het enige wat er overblijft is een boel gezoem. De stalen kap met de verlichting. Er gaat in ieder geval wel een lampje branden. Maar daar houdt het dan ook mee op. En ik heb een aantal keer gekeken of ik de motor, of die misschien onredelijk vies is. Of dat ik hem kan beetje kan verbeteren, dat het wel loopt, maar dit is er eentje die ik niet kan repareren zonder de complete motor te vervangen, wat ik niet van plan was. Dus dit wordt er eentje om naar te kijken. En zo goed ziet hij er nu ook niet meer uit. Misschien dat hij nog als onderdelenleverancier kan gaan bieden voor andere locomotieven. Maar ik geef het niet veel kans. Dus dat tot zover deze Goodsold locomotief. Die ik dus helaas een keer niet kan repareren. Bedankt voor het kijken tot zover. Like, subscribe, geef commentaar. Vertel wat je ervan vindt. En ik zie jullie graag een volgende keer.